Leuk dat je er weer bij bent. Ik wil vandaag wat meer vertellen over Atos en over onze doelen voor het aankomende halfjaar en het aankomende jaar. We hebben Atos nu een klein half jaar op stal. En jullie hebben hem natuurlijk al voorbij zien komen in de video's en op Instagram misschien en op TikTok. Maar echt voorgesteld hebben we hem nog nooit. Dus ik denk dat het een mooie tijd is om dat gelijk nu ook te doen. Atos is een 5-jarige hengst. Per 1 januari zeggen we altijd dat de paarden een jaar ouder worden. Hij is jarig in april, dus dan wordt hij echt 5. Maar we noemen hem nu alvast 5 jaar. En wij zijn nu samen, denk ik, 3 maanden aan het trainen. We hebben Atos een half jaar geleden gekocht van de fokker. En hij is echt wel een beetje onze trots. Want zoals je ziet is hij groot, heeft hij heel veel behang. En ja, vinden wij dat hij ontzettend veel talent heeft in het bewegen. Dus ja, daar kan je niet altijd aankomen. Het was nooit de bedoeling dat ik Atos zou gaan rijden. Ik had ook nog nooit echt Fries gereden voordat ik hem ging rijden 3 maanden geleden. Daan werd ziek en die kon natuurlijk niet zoveel meer rijden. Dus toen ging ik Atos rijden en dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk dat ik geprobeerd heb of ik hem kon blijven rijden. En Daan die vond dat, nou ja, goed, maar die gedoogt dat nu. Soms zegt ze wel eens, ja, dan rij ik hem wel op wedstrijd. Ik heb nog nooit een Fries ook op wedstrijd gereden. Dat vind ik spannend. Ik vind het spannend om een Fries te rijden op wedstrijd. Maar ik vind het ook spannend om een hengst te rijden op wedstrijd. Dan heb ik altijd KWPN'ers gereden op wedstrijd. En mensen die dan op Fries reden op wedstrijd, die hadden altijd te klagen, zeg maar, dat de jury het niet goed vond omdat het een Fries was. En dan dacht ik altijd, ja, maar waarom ga je dan op die Fries zitten? Maar goed, dat snap ik dus nu, want ik ben echt ontzettend gek op hem. Ja, we gaan het wel zien. Misschien ben ik dadelijk ook wel die klagende mevrouw die zegt, ja, het was eigenlijk heel goed, maar de jury wilde geen Fries. De vader van Atos is Alwin en de vader van de moeder van Atos is Jasper. En die hebben allebei, zijn het grote hengsten met, nou ja, Jasper is geloof ik niet zo heel groot, maar allebei hengsten met heel veel behang. Met behang bedoelen we zeg maar hetgeen wat er aanhangt, dus de manen, de voorpluk, zijn sokken, zijn staart. Nou, hij heeft van alles heel erg veel en dat is bij een Fries natuurlijk heel erg mooi. Onze doelen voor de korte termijn. Wij gaan nou, lekker verder trainen. Atos, toen hij hier kwam, was hij net ingereden. Dus hij is pas ingereden toen hij 4,5 was. We zijn dus een halfjaartje ongeveer een beetje aan het trainen. Pas de afgelopen 3 maanden echt aan het trainen. Het doel is, we hebben ons ingeschreven voor de jonge paarden Fries competitie. Voor de 5-jarigen moet het gelijk op M-niveau. Dat is best pittig voor een paard die nog vrij kort in training is. We gaan kijken of dat lukt. We zijn daar in ieder geval mee bezig. Hij pakt het allemaal goed op. We zitten nu op L1, L2 niveau. En we proberen dat de aankomende 2 maanden uit te breiden naar M-niveau. De galop is voor Atos moeilijk. Voor veel Friesen is, voor eigenlijk voor alle Friesen is galop moeilijk. Dus dat zal je dadelijk ook zien. Echt nog iets waar we heel erg aan moeten werken. Als hij eenmaal galoppeert gaat het best goed. Maar het aanspringen, ja, daar kunnen we denk ik net aan een B-proef mee rijden. Hij heeft natuurlijk ook wel een keertje B gelopen met Daan. En toen was ook eigenlijk alles heel goed. Behalve de galop. Na de Fries paardencompetitie eind maart gaat hij terug naar Friesland. En niet omdat hij verkocht is, maar omdat hij daar getraind gaat worden voor de stamboekkeuring. Dus niet voor de hengstenkeuring, daar is hij ook nog nooit aangeboden. Hij is überhaupt nog nooit op een keuring geweest. Dus nu gaan we hem eerst naar de stamboekkeuring brengen en dan kan hij dus het predicaat sterhengst krijgen. Nou, we denken dat hij dat kan krijgen, maar daar moeten ze wel voor getraind worden. Dus dat is een ander soort training als de dressuurtraining. Daar mogen ze... Ja, daar hebben wij verder ook niet, dat hebben wij nog nooit gedaan. Dus dat laten we dan over aan professionals in dat stukje. Na een maand of 2 maanden komt hij weer terug naar huis en dan gaan wij weer verder trainen. En dan is het doel voor de lange termijn om te kijken of als de wedstrijd allemaal weer doorgaan, hoe spannend ik dat ook zal vinden om toch ook de selectie te rijden voor het Nederlands kampioenschap. Om dan gewoon ook te kijken, oké, wat gebeurt er als ik daar dus op een Fries verschijn? Maakt dat dus daadwerkelijk verschil? Wordt zijn talent beoordeeld. En dan hopen we dat we daar natuurlijk wel wat verder in komen. Ik heb echt niet de illusie dat we gelijk op de NK rijden, maar je weet het maar nooit. We doen het hartstikke goed. En dan is het doel voor de lange termijn om te zorgen dat hij eind van het jaar M2 loopt. En dat we, als hij dadelijk 6 jaar wordt, dat we kunnen gaan starten in het set. Nou, kortom samengevat, waar gaan wij aan werken? Wat is lastig? De galop is echt een groot aandachtspunt. Daarnaast is halsstrekken voor een Fries lastig. Vindt Atos ook erg lastig. Daar gaan we aan werken. En het stukje verzameling. Atos heeft heel veel go, dus hij wil heel graag met zijn voorhand duwen. Hè? Dus eigenlijk een beetje de kar trekken. Dus hij moet leren om dat iets meer bij zich te houden. Daar gaan we aan werken. Wat kan hij goed? Hij kan ontzettend goed draven en hij heeft aanleg voor de zijgangen. Dat pakt hij super goed op. Daar blijven we aan werken. Maar dat zijn dingen die goed gaan. De dingen die goed gaan trainen we natuurlijk ook. Ik ga hier samen met Daan mee aan de slag. Daarnaast krijg ik hulp van Gerdien.
en van Gerard gaan volgende week voor het eerst lessen. Ben benieuwd hoe dat gaat en hopen dit jaar een aantal clinics te kunnen gaan rijden als dat coronatechnisch allemaal, als dat allemaal kan. Ik heb ontzettend veel zin in het aankomende jaar met Atos en ik ben heel benieuwd hoe deze video er aan het eind van het jaar uitziet. Ik ga nu een stukje rijden samen met Daan. Kunnen jullie even meekijken? Laten we de dingen die goed gaan en de dingen waar we aan gaan werken het aankomende jaar eventjes zien. En ik ben ook benieuwd wat Daan ervan vindt. En daar iets gebogen houden om je binnenbeen. Dat je zo net bij het stukje van de singel gebogen houdt. Niet te veel aan je binnenteugel. Ja, iets meer kijken dat je het opvangt met je linkerhand. En daar met je rechterbeen naartoe drukt. Zo ja. En als het lukt mag je nog iets meer het neusje naar voren. Dus nu moet je opletten. Hij doet eigenlijk een beetje zakken in de schoft. Door een beetje met de neus terug te komen. Dus zorg dat je vanuit je been toch een beetje het gevoel houdt dat je die schoft omhoog blijft drukken. Dat hij een beetje naar voren toe valt. Kun je van de hoefslag vandaan blijven? Nou, zorg dat je die dan krijgt door het insturen van de volten. Zo, en maak zijn neus dan een keer wat. Doe dan een keer contra stellen als je de schouder echt niet kan sturen. Zo, wijk hem dan een keer naar binnen toe. Zo, ja. En weer opvangen, opvangen. En blijf bij de hoefslag vandaan. Blijf bij de hoefslag. Draai korter door, draai korter door. Denk niet aan de binnenhoefslag. Denk aan een volte 10 meter op de X. Zo, ja. Ja, goed. Zo, niet te veel de neus, niet te veel de kaak. Zo, ja. Om je binnenbeen. Ja, en sturen. Weer ietsje opvangen je zit. En op het moment dat je opvangt, wil je met je kuit meteen weer het achterbeen naar voren toe aandrukken. Gaan wijk een pasje naar binnen, wijk een pasje naar buiten. Zo, maak hem los en behendig in zijn eigen lijf. Zo, ja. Als het moeilijk wordt, zorg dat je het opzoekt door zijn lichaam te wijken. Dat hij daar de spanning oplost in zijn eigen lijf. Ga je zo aangaloperen. Voordat je aangaloperd, voel dat hij goed aan je binnenbeen is. Makkelijk zitten. Ja, mooi gedaan. Goed, zo, makkelijk. Kom, en naar voren. Sneller zijn, hè. Voor de AC-lijn moet je al gestuurd hebben. Niet na de AC-lijn, dat kan niet met een jong paard. Nou, we hebben Aad alvast even losgereden. Dat is fijn om dat samen te doen. Omdat ik anders toch wat meer geneigd ben wat meer hoefslag te rijden. En het voor mij lijkt alsof hij niet genoeg buigt. Ik heel erg oefen op buiging. Kom. Goed zo, jongen. Goed zo. Zo, ja. En uiteindelijk blijkt dat ik misschien wel gewoon te veel buig. Probeer ik heel erg te zorgen dat hij zo eerst even een beetje voor mijn been blijft. Kom. Zo. Als ik dan heb, dan denk ik niet. Dan moet hij ook wel harder. Maar ik wil een beetje meer achterbeen. Waardoor ik de neus een beetje meer naar voren krijg. Kom. Goed zo. En dan ook weer Daan in mijn achterhoofd. Niet die schouders aan de wand laten plakken. Zo. De andere kant zie je. Zeker weer op de hoefslag. Dat willen we niet. Minder buigen dus. Dan hebben we dus te goed opgeoefend. En binnenhoefslag. Nou, ik zat in de binnenbank. Ik word makkelijker voor me heen. Nee, gisteren niet. Kom. Kom. Nog te weinig. Goed zo. Binnenhoefslag. Goed zo. Weer opvangen. Niet hoefslag. Trainen. Bijvoorbeeld je handen laag. Dat is een beetje mijn dingetje. Goed zo. Dat ik snel mijn handen hoog doe. En weer draaien. Duim in mijn achterhoofd. Kom. Goed zo. Kijk, komt hij gelijk weer terug? Nee. Ik hoop dat ik daarna wel opvang. Hey, zit er weer op de hoefslag. Dan wijk ik even naar binnen. Goed zo. Niet alleen hem. Kom. Maar ook mezelf ervan bewust te maken. Nee. Makkelijk rijden door in het bos. Trainen is gewoon zwaar. Goed zo. Een stukje licht rijden. Als ietsje uitleggen. Maar ook. Linker schouder. Voor de AC-lijn sturen. Kom. Goed zo. Controle, moet je binnenhand loslaten. Hé, hij wil je niet meer naar voren. Kom. Hé. Ik moet best wel even streng zijn. Kom. Kijk, maar het gaat best wel goed zo. Braaf jongen.
Kijken of we zo eens aan kunnen galopperen. Zo, dat was geen mooi overgang. Energie, buik de teugel. Goed zo. Braaf. Goed zo. Zo, even een rondje volhouden. Binnenbeen, geef ritme. Niet te veel buigen. Weg de schouder. Nee, dan mag hij ook niet stoppen. En dan terugwijken. Goed zo. Braaf. Meenemen. Oké, midden eraf. Nou, valt hij dus volledig door mijn nieuwe binnenbeen heen. Ik weet niet waarom ik mijn zweep wissel eigenlijk. Komt hij rechtuit. Oh, kijken. Zo, gelijk afwenden. Moet de energie een beetje gebruiken. En wijken. En wijken. En wijken. Nou, dat gaat hartstikke goed. Goed zo. Deze kant nog een keer die AC-lijn. Even die schouder erbij. Recht maken. Goed zo. Niet aan de binnenteugel. Een keertje geen midden eraf. Maar wel een keer afwenden. Buiten binnen een beetje naar achter. En wijken. L2. 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 Goed zo. Dat kan. Achterbeen. Goed zo. Handen weer laag. Wil ik gaan helpen dit gaan doen? Ja, automatisch. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daardoor gaat hij alleen maar meer kieperen. Kijk, dan gaf ik eigenlijk been. Terwijl ik aan het kletsen was. Kom, ik krijg niet genoeg reactie op. Goed zo. Goed zo. En achterop. Braaf, stappen. Uitgelul? Ja, volgens mij wel. Zo, dat was een lekkere intensieve training. Ik ben blij dat Daan even meekeek in het begin. Want de vorige keren in de les moest ik heel erg werken aan de lengtebuiging. Omdat hij juist een beetje naar binnen viel. En nou vond Daan juist heel erg dat ik me eigenlijk te veel boog. En dat is dan fijn als je samen rijdt. Want voor mijn gevoel is dat nog niet goed genoeg. Maar zegt zij, het is eigenlijk te goed. Dus nu moet ik juist weer meer werken aan juist wat meer rechter te houden. En de buitenschouder wat meer bij te krijgen. Dus ja, daarna heb ik dat ook zelf nog eventjes geoefend, zoals jullie hebben gezien. Voor alle paarden is het natuurlijk altijd erg belangrijk om lang uit te stappen. Om een goede cooling down te hebben. Dus we hebben heel geluk met de stapmolier die recht uitstapt. Laat hem zeker 20 minuten uitstappen. En dan mag hij daarna onder de therapiedeken nog eventjes staan. Ik ben er moe van. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!